We gaan chopperen, maar geheel fossielvrij. We gaan vandaag met leden van de Provinciale Staten van Overijssel en van de gemeenteraad van Zwolle kijken naar energieprojecten in de omgeving Zwolle. En die gaan zorgen voor minder CO2-uitstoot en een duurzame toekomst hier. Let erop, in de bochten stuurt hij redelijk log. In het begin onwennig, naarmate je er meer op rijdt, dacht ik, oh, dat is misschien toch wel eens iets voor de toekomst. We hebben gewoon een rondleiding gekregen in het energielandschap Zwolle-Overijssel. Informatie gekregen over de waterstofinitiatieven van H2S Support. We zijn hier bezig met slimme oplossingen, zowel met het versterken van het net, maar ook met opslag en conversie in het net, om straks dat systeem toch goed te laten functioneren. Kennis verrijkt om een beetje los te komen van wat snel gezegd wordt, terwijl het misschien toch wel wat genuanceerder ligt en dat je daar toch wel je kennis mee verbreedt en daarmee ook je voordeel kunt doen. Je kunt het ruiken, zien en voelen hoe het in elkaar steekt, het geheel, hoe en wie allemaal met elkaar moet samenwerken. We hebben net een uitleg gehad over geothermie. Dat is heel nuttig om te weten hoe dat gaat. En ook dat mensen uiteindelijk weten hoe goed het is en hoe betrouwbaar het ook kan zijn. Aan het eind van de dag hoop ik dat ze ten eerste ongeschonden van de brommer afkomen. En dat ze zien dat er echt hele mooie nieuwe dingen worden ontwikkeld hier. Het was een hele leerzame dag. Een hele interessante dag. Ja, top. Ik vond het een super dag.